Godzucht. 28. Volgens mij schreeuwde ik het letterlijk uit in de winkel. Hallo, welkom bij een nieuwe video. Nou, het is rustig. Ik ben in Antwerpen. Je hoort het goed. Het is zondag. Ben ik niet vaak hier? Maar wat is er? 2 euro dag bij I Think Twice. Ja, dat kon ik natuurlijk niet voorbij laten gaan. Dus ik ga los dadelijk bij verschillende winkels. All my life I was looking for a sign. Wasn't sure where to find a peace of mind. Sometimes you can see things when it ain't time. Er hangt echt nog heel erg veel, my god. Gevalletje harde muziek, dus ik kon echt niet veel praten. Maar kijk, al die gilets, superleuk. De klapper, denk ik, nu al. Kijk even, I know. En dit is voor 2 euro, jongens, die gaat mee. Hele mooie jas. Ja, ik verklap eigenlijk nu alles al. Dit is ook echt een masterpiece. Deze klokjas heb ik niet gedaan. Maar deze blazer weer echt helemaal geweldig. Dus... meteen alles daar gepast. Het was nog lekker rustig. En deze heb ik niet gedaan, want die was juist weer veel te kort. Ik heb zoveel gescoord. Niet normaal. Maar die winkel, dat is gewoon... ik heb gewoon 9 dingen. En we gaan nu naar een andere filiaal nog. En oh my god. Heerlijk. Het is nu al, ik heb nu al de hoofdprijs gewoon. En zeker met dat gilet, dat was al waanzinnig. Die body warmer. Oh. Nou, we gaan naar een andere waar we nog nooit geweest zijn. Ik ben er nooit geweest. Ik ga snel een rondje lopen. Oh, ik kom nu bij een filiaal die ik eigenlijk helemaal vergeten ben. Ben ik ooit een keer geweest met Bo. En dan ga ik nu kijken. Oh, kom mee, kom mee. Nog meer schatten. Aandoen, hè, jongens. Mijn grootste allergie. Kijk wat het met me doet. Het valt eigenlijk wel mee, moet ik je toegeven. Ik heb hem aangetrokken. Puur om in te tunen, maar het was zo druk. En de muziek stond weer keihard. Dus ik kon het niet helemaal helpen en voelen. Maar ik dacht wel, het valt eigenlijk wel mee. Betekent dat ik er dan klaar voor ben? Ik weet het nog niet. Maar ik ga je meenemen in die zoektocht natuurlijk naar turquoise. Hier was ik een beetje moeilijk aan het doen met een stropje. Mooie sfeerbeelden. Nou, even een break. Inderdaad. Maar het is shop cardio, dus we hebben al even bijkomen met koffie. En dan gaan we daarna naar nummer 3. Nou, koffie is op en de taart is op. En ik ga naar nummer 3. Het is wel heel druk. Dus ik weet niet of het leuk gaat zijn. Nou, hier moet ik even een voice-over doen. Want de muziek stond erg hard, maar wel heel leuk. We hebben helemaal mee zitten bleren met George Michael en Aha. En ga zo maar door. Maar kijk even wat een toffe dingen. En een ballonrok. Ja, jongens. Helemaal terug. Ik had het dus toen ik 11 of 12 was. Helemaal geweldig. Prachtige printen ook. En dus heel veel leuke onderstukken. En ja, prachtige mooie rokken. Ik zag ook deze hele mooie blazer. Heb ik uiteindelijk niet gedaan. Nou, blazer was meer een vest. Heb ik niet gedaan, want de shape was niet helemaal lekker. Maar spijt. Ja, deze blazer was van Cacharel. Ik heb het niet gedaan. Wat stom van mezelf. Oh my god, het is aan de rij. Het is zo druk. De kassa is daar. Het gaat helemaal rond. Ik denk dat er gewoon 40 mensen voor ons staan. Nee, 100. 100? Nee. Nee, 40 denk ik, zoiets. En dan ga je de hele tijd denken, is het waard om in de rij te staan? Moet ik de spullen meenemen? Maar ondertussen kun ik ook nog even shoppen. 25 minuten later valt nog meer in mijn hoofd liggen een uur, maar goed. Wauw, even bijkomen. Maar wat een drukte. Ja, is het natuurlijk niet gek. Het is een middag. Het zijn de enige winkels die open zijn. En dan is het ook nog alles voor 2 euro. En ik heb weer wat mee, dus
Lucky me. Je ziet het achter mij, een enorm rek gevuld met fantastische herfst- en winteritems. En ik kan je alvast verklappen, in plaats van €122 heb ik betaald €28. Ah. Nou, je snapt het al, alles was €2 op die dag. €28 in totaal, dus ik had 14 items. Ik laat je even zien wat ik gekocht heb. En uiteindelijk laat ik je ook zien hoe ik het ga stylen. Prachtig. Zo. Nu gaat het goed. Prachtige wollen blazer. Waanzinnig mooi. En ik zocht al heel lang echt een mooie grijze. Er zit wel een heel licht krijtstripje in. Ik wilde het liefst even. Maar ik dacht, ja, voor €2 kan ik dit natuurlijk niet laten hangen. Waanzinnig mooi. En ik begrijp gewoon niet dat dit voor zo weinig dan nu weg kan. Maar ja, ze moeten opruimen. Plaats maken voor de nieuwe collecties. Want ik ben dus op zondag gegaan. Op maandag was het nog €2. Op dinsdag is €1. En op woensdag hangt alweer de nieuwe collectie in hun winkels. En zij ruimen blijkbaar op. Zouden ze in Nederland ook moeten doen. Met bepaalde winkels. Perfect. Echt. Lekker groot, zoals je ziet, hou ik van. En zodat het bij mij ook oversized zit, want dat is eigenlijk altijd de bedoeling. Ik hou altijd van loose fit blazers, zeker. Maar daarentegen hou ik ook van klassieke jasjes. En die laat ik je hierna zien, want deze is dus echt fantastisch. Velvet, heel mooi mat zwart. Oh, I know, maar die shape was echt fantastisch. Toen ik hem zag, dacht ik, oeh, ik weet niet of die past. Net wel of net niet. En ik heb hem meegenomen, dus dat betekent dat hij past. Oh my god, kijk hoe mooi. Ja, hij zit ook echt helemaal aansluitend. Dat vind ik dus bij dit heel leuk. Tof bij lange rokken, high-waist rokken bijvoorbeeld. Helemaal geweldig. Natuurlijk ook gewoon om denim. Maar oh, te gek, te gek. Je kan hem natuurlijk op veel verschillende manieren stylen. Met een stropdasje, maar ook met een grote strik. Gewoon een simpel blouseje of een simpel colletje zoals nu. Ja, ik ben er heel blij mee. Ik heb wel al een paar fluwelen jasjes, maar wel in andere shapes, echt meer blazervorm. Dus dan is dit wel een hele mooie verrijking en aanvulling. Een jasje al uitgedaan en kijk, dit is de volgende. Is wat aan de maat, maar ik kon deze gewoon niet laten hangen. Ik dacht, hier ga ik spijt van krijgen, want ik hou heel erg van die stiksels. Alsof het lijkt, alsof het zo getekend is. Die knopen gaan er sowieso af. Daar ga ik ander op doen. Misschien wel even bruinen. En anders, ja, weet ik nog niet wat. Wit vind ik dan te heftig. Ik denk dat ik toch inderdaad wil dempen. Maar wat een mooi jasje. Heel mooi gebreid jasje. Je staat wel op 46. Maar dat is het niet echt. Het is ook heel stug gebreid. Waardoor ik het juist heel mooi vind. Ja, je zag ook. Ik twijfelde heel erg over die Pierre de Poel. Oh, dat was ook een hele mooie. Jacquard, ook een stevige gebreide stof. Net als deze. Maar die was een beetje warme ondertoon. Dus niet spierwit met zwart. Maar was wel ook heel mooi. Maar die heb ik uiteindelijk niet gedaan. Omdat de shape zo goed was. Maar bij de heup zat die dus heel strak. En dan ga ik hem denk ik toch niet dragen. Nou, ik heb hem aan inderdaad. Kijk, hij kan goed dicht. Ik kan hem een beetje misschien nog smokkelen met een knoopje ietsje op te schuiven. Of misschien zelfs die naad hier dicht te maken. Dat ik hem echt over mijn hoofd aan moet gaan doen. Maar gewoon heel leuk. Hier zitten ook nog knoopjes in de op. Die ga ik wel ook vervangen. Misschien helemaal weglaten. Maar hoe mooi is dit vestje. Het ziet er gewoon heel rijk en duur uit. En ik moet je zeggen, mijn doel was veel bruin en bordeauxrood eigenlijk zien te vinden. Dit is dan een bruin item dat ik heb gevonden. Maar ik vind, ja, zwart vind ik natuurlijk ook tof heb ik gevonden. En nog meer andere kleurtjes. Dus ik ben heel blij met deze, zodat ik die helemaal, ja, voor het nieuwe seizoen kan gaan stylen. Maar ook helemaal met het grijs. Maar ook tof met inderdaad met gewoon het geel of met een beige of met knalroze of ga zo maar door. Maar ook heel mooi om te dempen in die heerlijke herfstkleur, want dat is toch wel waar ik nu heel erg blij van word. Nou, op de achtergrond hoor je ook de regen. De herfst is ook echt begonnen. Nou, ik zei al, ik bruin, maar ook iets roods. Waanzinnig. Suzanne zag deze en die dacht echt, oh, die is inderdaad echt voor mij. Waanzinnig mooi. Het is niet rood met zwart, maar met heel mooi donkerblauw. Kijk, hoe fantastisch. Het is bijna mijn kleur lippen. Lady Danger. Ja, dit is mijn perfecte rood. En dit is ook dit shirt. Oh, is
helemaal geweldig. Je kan het ook helemaal op de klassieke manier doen met ruit. Maar ik gooi er knalroze bij. Ik kan het ook waanzinnig nieuw modern ogen. Dus ik ben hier heel blij mee. Ik vind het helemaal leuk. Ja, en dan vind ik het inderdaad echt leuk om hem dicht te dragen en helemaal op te stylen. Hoe love it. Lovely, I love it. Maar het rood is ook heel tof. Weet je wel? In het begin had ik altijd heel veel moeite met het rood. Oh ja, ik zag ook die klokjas. Ik weet dat mijn moeder die ook had in de jaren 90. Dat is zo'n jas die heel wijd is. Omdat die helemaal klopt. Dus er zit meters stof in. Kun je je voorstellen dat ik die heb laten hangen nu voor 2 euro. Maar het was ook rood. En ik heb een rode jas en ik pak hem niet heel vaak. Misschien komend jaar wel. Omdat ik steeds meer aan het rode ben. Want ik vind het wel fantastisch. Maar zo'n jas, oh my god, waanzinnig mooi dat het daar nog hing inderdaad. Nou, trouwens buiten stopt het nu echt wat ik heb. Maar ik vind het echt een hele toffe kleur. Je kan het inderdaad op veel verschillende manieren stylen. Je zal zelfs nog dat groen eruit kunnen halen om dat nog eens extra te accentueren. Dus om nog meer complementair te werken met de kleur. Maar heel blij mee. 2 euro, niet normaal. We hebben de volgende erbij. Ja, ik had net ook al een grijze blazer, maar... deze had ik eerder gevonden. Beetje pied de poel meets tweed. En dan het grijs. Fantastisch. Dit is echt zo'n ja, blazerjas. Die je nu al heel goed aan kan. Leuk met een sjaal of zo stylen. Ik ben nog niet zo'n sjaal type. Maar ik vind het ook wel weer heel grappig. Juist om gekke kleuren erbij te doen. Dus heel mooi. Ik moet trouwens wel alles eerst even naar de stommerij brengen. Want... er zit me een luchtje aan, wil je even niet weten. In de winkel ruik je het helemaal niet trouwens. Echt mijn compliment aan de Think Twice in België. Vergeleken met Nederland, daar ruik je ook het wel heel sterk. Maar daar dus helemaal niet, dus dat vind ik echt heel goed. En sowieso, complimenten voor de Belgen. Waanzinnig. Alles netjes, zelfs op de dagen dus, zoals de 2 euro dag. Alles nog, weet je wel, op categorie. Zelfs nog deels op de kleuren gehangen. Nou, daar heb ik gewoon zoveel respect voor. Ik denk, dat kan in Nederland bijna niet. En ik moet je ook zeggen, ik had het liever ook gewoon voor mezelf gehad. En ik wil jullie eigenlijk niet allemaal daarheen sturen. Want het is gewoon too good to be true. Om al die gave parels daar te vinden, dat je eigenlijk bijna denkt... ik wil niet dat iedereen het ontdekt. Maar dat kan natuurlijk niet. Ik wil het gewoon juist ook met jullie delen. Want waanzinnig hoe zij dit doen. Echt nogmaals, complimenten voor die keten. Ik vind ze echt helemaal geweldig. En... ja, dat je gewoon voor zo weinig zoveel toffe items kan scoren. En dit is echt wel zo'n klassieker, tijdloos item die bij mij jarenlang waarschijnlijk in de kast gaat blijven. Zie je wat het met mijn gezicht gelijk doet? Dit is echt zo'n mooi contrast, want hetzelfde eigenlijk in mijn gezicht. Het is waanzinnig mooi. Dus dit is echt een te gekke blazer. Die is niet mega oversized, maar hij fit goed. Hij is ook echt gewoon een beetje aansluitend, maar niet te krap. Wat ook hele mooie dingen kan. En ook juist lekker met trui erom. Ik zie het ook helemaal met een beetje de grijs look. Dus dit gecombineerd met beige kleuren. Oh, love. Ja, en ik vind het zo mooi. Het is bijna, je zou het bijna Chanel-achtig kunnen stylen. En zo mooi dat het gewoon inderdaad echt... het is een Duits merk, zie ik nu. Maar je kan het gewoon helemaal... ja, het is gewoon echt wol. Even kijken. Mijn haar zit in de weg. Mijn eigen wol zit in de weg. Ja... sjoelen en zijde. Dus het is gewoon 80% wol, 20% zijde. Nou, dan heb je toch de ultieme combinatie. En dat voor 2 euro. En dan ga je toch ook wel echt denken dat nieuwe kleding kan gewoon... het is allemaal synthetisch. Het is allemaal troep. Wil ik niet zeggen. Maar dan kan je echt wel hele gave dingen scoren voor weinig. Dus nogmaals, mooie items hoeven niet duur te zijn. Je moet gewoon heel goed kijken en zoeken. Weten waar je moet shoppen. En daar ben ik natuurlijk je raadgever voor. Ik geef je de tips waar je moet zijn. Dus de volgende keer hou gewoon hun site in de gaten. Dat zal weer ongeveer over 2 maanden zijn. Dus denk richting de kerst. Zullen zij ook weer die Think Twice, de T2 dagen hebben in België. En ze zitten in Brugge, in Gent en Antwerpen. En, nee, het is geen sponsorship, maar is ook niet nodig. Want ik ben een groot fan. En dat promote ik juist graag. Dit soort enorme goede winkels. Ik heb me ingehouden met de accessoires. Maar ik heb er wel eentje meegenomen. Namelijk deze hele leuke stropdas. Waanzinnig leuk. Was eigenlijk 5 euro. Nu voor 2 natuurlijk. Ja,
Ik vind de kleurcombinatie heel erg leuk. En dit is natuurlijk ook heel tof om hier inderdaad een strik van te maken. Heb ik vorige keer laten zien in de video. Check ook mijn TikToks voor dit soort tipjes. En het is gewoon heel erg leuk. Je zou hem zelfs als een soort sjaaltje kunnen omhangen. Dus heel leuke. De enige accessoire die ik al meegenomen heb, die er hing. En er waren er heel veel, ook hele mooie tasjes nog. Maar ik heb me ingehouden. Ik heb het niet gedaan. En ja, gewoon een mooi stropdasje. Weet ik ook nog grappig vind. Kijk, wat hier onderaan hangt. Zo'n metalen dingetje. Wel heel leuk. Dus ja, heel blij mee. Misschien wel het klapstuk van deze shopping. Want deze jas was niet normaal. Was 19 euro. Ik moet er wel trouwens heel goed strijken, stormen. Maar ik denk dat ik sowieso wegbreng voor te stormen. Waanzinnig, want het is heel lang. En kijk hoe mooi, hoe klassiek. Ik zie helemaal niks staan qua kaartjes. Ik zie niks staan wat het materiaal is. Het is geen echt wol, want dan gaat het niet zo heel extreem kreuk als nu. Dus het is een synthetische stof, maar er staat dus niks in. Maar waanzinnig. Volgens mij schreeuwde ik het letterlijk uit in de winkel toen ik dit zag en uiteindelijk aandeed. Dat ik echt dacht, what the fuck. Althans, in al die winkels zaten echt harde muziek. Dus daarom kon ik ook niet filmen met geluid. Maar echt, jongens, even een staande ovatie voor deze jas. Ik kan het nu natuurlijk niet helemaal laten zien hoe die totaal is, maar daar zal ik wel een inzetje laten zien. Maar even een momentje stilstaan bij deze score. Ik vind het zo mooi. Mooi ook die stof, weet je wel, die knoopjes zijn ook gestoffeerd. Ik denk dat dit de jas wordt voor mij voor komende winters. En oh, waanzinnig. Prachtig lang, dat is ook wat ik echt wil. En bruin, ultieme winterjas. Ik heb een paar bruine al, maar niet zo lang als deze. En weet je wat het fijn is als je lange rokken bijvoorbeeld aan hebt? Dan is het echt perfect. Dan kan je eindelijk de goede layering maken. Bruin, ik zei het hè. Hele mooie blouse, overhemd, donkerbruin, chocolate brown. I love. Kan ik heel veel stylen. Ik heb dit jaar ook bij het goed ook al een aantal bruin tinten. Dat zijn meer taupe, lichter beige en zo. En hele donkerbruine. Love it. Dus die heb ik gescoord ook. Originele prijs was 6. En dan nu voor 2 euro. En hij is mega groot. Dat is 45-46. 2XL, ja. Love. Dus het is heel lekker. Oversized en loose fit. Nou, zoals je ziet, lekker ruim. Heerlijke blouse. Ja, die kan ik echt overal onder doen. Nu heb ik even deze manier gedaan. Ik kan het ook gewoon dicht. Met een stropje en met, weet ik niet wat allemaal. Kettingjes overheen en zo. Prachtige, mooie, basic, tijdloze blouse. Forever in my closet. Gelijk de volgende erbij. Och, ik was verliefd hierop. Kijk hoe leuk dit is. En die kleurencombinatie. Ja, mosterd met grijs. Och, hij zit wat strak. Maar I don't care. Hij moest mee. Want je kreeg spijt van. Dit is een heel mooie hals om daar inderdaad zoals nu een kordetje onder te doen. Oh, wat geweldig, wat geweldig. Maar dit, ik ben hier eigenlijk zakken van. Ik ga hem snel aantrekken. Helemaal geweldig. Ik heb even mijn haar in de truitje en dan kan je het zien hoe die lijn loopt. Ik vind het helemaal geweldig. Hij zit inderdaad wat strakker. I don't give a shit. Ik vind het geweldig. Ik vind het helemaal leuk. Kan ik heel mooi inderdaad ergens in doen. Die kleurencombinatie vind ik waanzinnig mooi. Dus als je denkt van, hoe kan ik nog een combinatie maken van kleuren? Nou, dit is echt to die for. Dus inderdaad, mosterd met grijs. Oh. Ja, door dit ben ik helemaal geïnspireerd om deze combinatie vaker te gaan maken. Dus laat je inderdaad inspireren. Maar kijk hoe mooi het zo inderdaad staat. En ik door naar deze fantastische smoking blazer. Waarom heb ik hem meegenomen? Ik heb natuurlijk al een smoking blazer. Omdat dit er is een soort van een kreukachtig stofje. Waardoor je textuur krijgt met zwart. En dat is altijd heel erg leuk. Daar let ik altijd op. Ik kijk altijd naar of fluweel of een structuur of kant. Of zoals deze. Ja, dat is gewoon te gek om inderdaad te zien. En dat kan je heel makkelijk dan ook weer gewoon downdressen. Dus een extra smoking, die zou je dan, is altijd vaak wel chic. Omdat dit erin zit. Kijk hoe mooi voor 2 euro. Oh my god, kan je je niet voorstellen. Lekker groot, oversized.
happy girl. Kijk hoe leuk. Het was bijna de kleur al van de pak wat ik aan had. Hoe te gek. En heel leuk, hè, dat achterkantje. Printje zou hem zelfs binnenste buiten kunnen dragen. Ik ga hem even aantrekken. En dit is dus een shape model. En ook qua stofje. Van een gilet dat hij niet per se dicht hoeft. Meestal moeten ze gewoon dicht kunnen. Maar kijk, dit is zo'n losvallende. Ik moet ook gelijk denken aan een leraar van de HAVO. Ik heb altijd van die giletjes aan. En dat is zo grappig. Kijk, maar dit is... Ik kan hem dus zo los laten hangen. Kan dicht. Maar ik vind het los ook wel heel erg leuk. En je zou hem dus inderdaad misschien wel binnenste buiten kunnen keren. Ik ben er niet vies van namelijk. Dingetjes anders dragen dan eigenlijk het idee, de bedoeling is. Zie je dat? Hoe grappig dit ook is. Dus ja. Ik ben helemaal niet heel groot paisley print fan. Ik heb ook wel dingetjes laten hangen met die print. Maar dit vind ik toch wel heel grappig. Blijf even in de gilets. Dan denk je, oh, eerder wel lelijk. Ja, vind ik ook eigenlijk. Maar toch had het iets. Omdat het heel glanzend is. Wat ik net al zei. Als ik kijk naar zwart, dan weet ik dat het iets doet. Dus niet gewoon heel simpel. Knopen ga ik sowieso vervangen. Dat is eigenlijk mega lelijk. Ik doe het helemaal niks voor dit jasje. En ik zie echt zo jaren 90 iemand voor me met dit aan. En ik denk, oh, heel fout. Ja, sorry. Misschien herken je het wel. Als jij bewust die 90 jaren mee hebt gemaakt. Hè, als tiener. Ik dus. Kan je heel veel dingen echt niet dragen. Dat is gewoon zo fout en lelijk. Ja, sorry. Ik wil niemand beledigen die 90's helemaal leuk vindt, maar ik trek het gewoon bijna niet. Dit is ook zo'n ding daarvan, maar ik zie het helemaal voor me met andere materialen combineren, wel in het zwart blijven, waardoor het glansje krijgt en een andere knoop erop, misschien wel gewoon zwarte, dan kan het een heel tof gilet zijn. Dus daar ben ik meegenomen, ik twijfelde. Kijk, ik kan altijd natuurlijk weer wegdoen. Ik vind hem wel heel leuk. Wat ik zeg, die knopen, die doen niet zoveel. Dat is echt een typisch gevalletje van zet er een andere op en dan wordt het een heel leuk item. Yes, ik heb ook wat meegenomen voor te upcyclen, namelijk deze. Ik heb hem niet gepast, ik ga hem daar wel even kijken of die past. Daar heb ik hem niet voor meegenomen, maar ik ga de mouw eraf halen. Ik wil dit stuk eraf halen. Misschien het label bijvoorbeeld. Kijk, want hier staat ook nog iets. Dat ga ik allemaal niet gebruiken. Dus ik ga hem eigenlijk een soort van ontdoen. Zodat ik er een heel tof projectje van ga maken. Maar ik ga hem even kijken of hij überhaupt past. Het is een maat medium. Maar ja, you never know. Ik zal de shop de shape en dat is alles. Dus ik ga het dus even proberen. Zie je, hij past. Vraag me niet hoe, maar een beetje vacuüm. Maar die mouwen zijn echt perfect. Ja, die ga ik echt helemaal gebruiken. Een heel leuk jurkje. En dan wil ik allemaal dit soort elementen aan gaan maken. Ook met het kant, een beetje rocky gaan maken. En dit past er perfect bij. Viel me ook op dat heel veel weg was van allemaal Adidas en sportspullen. Natuurlijk, logisch. Dat gaat waarschijnlijk de eerste ronde al weg. En deze bleef dan hangen vanwege, denk ik, dit lelijke stuk. Kijk, dit ga ik ook echt uithalen. Hoe leuk is dat? Oh, ik heb zo'n zin. Ik ga ook echt... Ik moet er nu echt heel veel tijd voor gaan maken. Want ik heb zoveel leuke ideeën. Zoveel projecten liggen nu en daar ga ik absoluut zeker een video van maken. Dus no worries, daar ga ik je zeker aan meenemen. En het zou ook heel leuk zijn om misschien inderdaad iets van een workshop te gaan plannen. Een soort upcycle, weet je wel? Let's upcycle of zo, weet je wel? Samen gaan we dingetjes maken. Dat zou wel heel leuk kunnen zijn. Dus die goede score voor ook weer 2 euro. Je hoort de zucht. Ik eindig waar ik mee begon. En dat was voor mij gelijk de jackpot. De hoofdprijs. Het topstuk van deze hele shoppingdag. Namelijk. Oh, kijk hoe mooi die kleur is. Nachtblauw, satijn. Oh, met goud. Oh my god. Kijk al die. Fantastisch. Ik kijk zelfs aan de achterkant. Oh, ik denk dat ik helemaal gek word. Van het merk Sportalm. Sportalm. En gemaakt in Oostenrijk. Dus dit is ook echt
goede kwaliteit. Ik denk echt ski kleding. Maar ik werd helemaal gek. Ik denk, waarom hangt dit hier nog? Die vraag stelde ik me sowieso een paar keer. Dat ik denk, waarom hangt dit hier nog? Waanzinnige stukken. Zoals dit. Oh, ik ben helemaal verliefd. Hoe dit allemaal gemaakt is. Die taillering. Accent zo precies. Oh ja, ik ga hem aandoen. En wat helemaal mooi is, ik kan de rits van beneden ook nog doen. Dus daar waar mijn heupjes wat meer ruimte nodig hebben, kan ik ze ook wat meer ruimte geven. En dat is wel heel fijn. Maar echt, ik kan niet begrijpen dat dit, het klapstuk van deze dag, daar nog gewoon hing. Te wachten. Daarom hing het er. Te wachten op mij. Thank God. En daarom hou ik toch zo van kringlopen. Het is toch, ik kan het gewoon verder niet omschrijven. Dit is gewoon waar het om gaat. Dat stukje gokken, het stukje verrast worden, het stukje wat je niet had kunnen bedenken, tegenkomen. En dan enorm geluksgevoel krijgt. Ik sprak nog een meisje die voor mij stond in de rij, toen ze heel lang moest wachten. Toen zei ze ook, ik heb een paar jaar geleden, 4 of 5 jaar geleden, had ze, ik had een rok gekocht, denimrok. Voor 2 euro ook. En ze zei, ik draag hem nu nog steeds. Er was een gaatje, heb ik gemaakt, of een vlekje. En zei ze, iedere keer als mensen hem vragen, zeg ik, ja, heb ik ooit gescoord voor 2 euro. En alsof je dan nog blijer wordt, omdat het, ja, ik weet het niet. Dus, laat me ze horen waarom jullie zo gepassioneerd zijn over vintage. Of dat je denkt, nou, of kringlopen, of schatjagen, schat zoeken. Of dat je denkt, nou, mij niet bellen, ik heb er helemaal niks mee. Maar ik vind het wel leuk om naar te kijken, maar zelf ga ik niet op zoek. Ik ben wel heel benieuwd wat jouw motivatie is, wat de reden is waarom jij überhaupt gaat struinen. Deze kleur blauw, het is gewoon koninklijk chic. Ik kan er gewoon niet bij. Ik kan er niet door vooruit. Het is gewoon een waanzinnig jasje. Oh. En dat ik dit dan tegenkom. Waanzinnig. Zo mooi. Maar kijk wat het doet. Mega leuk. Layering piece. Open is die heel tof. Dicht is die heel cool. En je kan inderdaad, ik vind het zo leuk. Over de wind als een soort body warmer. Oh. Alles doet het nog. Alles zit er helemaal perfect in. De perfecte shape is deze. En perfecte uitvoering is waanzinnig. Complimenten. Het is gewoon een designerstuk voor mij. Als ik dit zie, denk ik echt wauw, wauw, wauw. Dus hier begon het mee. En toen kon het voor mij al niet meer stuk. En die dag werd alleen maar beter en beter. En ik had zulke gave dingen. Ja, je ziet het. Ik heb allemaal topstukken gevonden. 14 items voor 28 euro, je had je het ooit kunnen bedenken. En ga daarheen, ga een kijkje nemen. En het is zo leuk, het is zo luidrempelig. Antwerpen is sowieso een te gekke stad. Op zondag vond ik trouwens wel heel relaxed, want het was niet druk. Alleen die winkels waren open. En ik moet je ook zeggen, als ik daarheen ga, heb ik ook verder geen zin om andere winkels eigenlijk in te gaan. Alleen eetentjes was nu niet echt, waren dan niet heel veel open. Dus ook die zijn dan maar gesloten op zondag. Ook wel weer tof dat zo'n stad zegt, nou wij mij niet bellen. Wij houden ons gewoon lekker dicht en mensen gewoon vrij houden op die dag. Maar ik heb de gekke dingen gescoord. Ik hoop dat je genoten hebt, net als ik. En ik ga alles wassen en stomen en wegbrengen en ga ze maar door. En ik kan niet wachten om dit lekker allemaal te gaan maken. Dank je allemaal voor het kijken. Ik zeg het, tot snel weer. Bye!